We hadden hier een kantraam. Toen zag ik hier twee raampjes met een beetje broed en twee zonder. Dat vond ik heel erg weinig voor dit tijdstip van het jaar. Zelfs voor dit wat zwakkere volk had ik toch wel minimaal 3 ramen broed verwacht. Die zag ik niet. Toen zag ik achter het kantraam, daar was al darrenbroed en een beetje gewoon broed. En het raam ernaast had ook broed. Dus deze koningin was al over het kantraam heen gegaan. Nou zit het eerste raam hier zonder broed is een donker raam. Daar wil de koningin altijd graag op broeden, maar dat wil ik niet dat ze dat doet. Dus ik hang een licht raam, een geel raam, als eerste voerraam. Dan hang ik mijn kantraam erin. Dan gaat de koningin minder snel over het kantraam heen. En dan schuif ik hier mijn broednest tegenaan. Zo. 1, 2, 3, 4 ramen. Dit was volgens mij weer voer. Hier zit geen broed. Dan komt hier weer mijn kantraam. Zo. Kijk, nu heb ik een risico dat ze hier gaan bouwen. Maar dit volk is nog lang niet zo sterk dat ze gaan bouwen. Dus voor nu laat ik het hier even bij. En gaat de deksel er weer op. Er zit nog een pak voer in. Dus klaar.